situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het in Niveau TV Magazine. In het wapen van Maastricht is een ster, oftewel de Maastrichter steertje. Nou, daar gaat het over in deze uitzending van Niveau TV Magazine. Want Maastricht kent vele sterren. Zoals bijvoorbeeld André Rieu, die regelmatig een jaar of zeven al inmiddels op dit grote plein in Maastricht, het Vrijthof, zijn theatershows geeft. Maar we hadden 27 jaar, 30 jaar geleden ook in Maastricht en op de wereld twee Maastrichter sterren. En dat waren Daphne en Deborah Marquette. Dat was een identieke tweeling die in de grote theaters over de hele wereld optraden. Ik heb ze in die tijd heel veel gevolgd. Ik heb ze ook vaak opgezocht, zowel in Parijs als in Amerika, in Reno, in New York, overal. En ik zie ze vandaag terug na 27 jaar. Ik ben benieuwd hoe het met ze gaat. Ik heb een afspraak met ze. Ze zitten daar op mij te wachten. Welkom in deze uitzending van Niveau TV Magazine. Twee Nederlandse meisjes bij wie de dansdroom wel werkelijkheid werd. Een retourtje Las Vegas op de show van Deborah en Daphne. Netjes. Goedemorgen. Moet ik even kijken of ik te gooien heb? Wees te gooien. Ja. Krabbel en babbel. Als negenjarige begonnen met de tweekjes. Hey, in Maastricht? Ja. Ja. We zijn hier met, naar balletschool gegaan en toen vonden we dansen zo leuk. Toen zijn we gaan zelf dansjes gaan maken. En toen hebben we een keer opgetreden ergens in het Maaspaviljoen. En toen heeft iemand ons gezien en die heeft ons naar Hilversum gebracht. En dat was Nieuwe Oogst. Allee. Toen was ons eerste televisieoptreden. Nee, Stuyvesant was het. Stuyvesant, ja, sorry. Stuyvesant. En daarna zijn we naar Nieuwe Oogst gegaan. Wat voor act had je toen? Volgens mij ook een soort spiegeldansje, hè? De spiegelact van deze één eigen tweeling zorgde eigenlijk voor de grote doorbraak. En dus werd Maastricht en Nederland gauw te klein. Als je eenmaal op tv bent, dan ga je steeds meer vragen krijgen voor op te treden. Dat deden we dan het weekend, dat ging goed naar Sjaal. En toen zien we uiteindelijk meer tv gaan doen. Maar ook vooral in Duitsland opgetreden, ja, terwijl we nog op Sjaal zaten. Okay. En toen zien we naar Parijs gegaan, ja, 12 of 18. Ja. 18 en boe in Parijs. Alcazade Paris. Alcazade Paris. Ja. Wie kwam je daar terecht? Auditie gedaan, hè. Dat is hier naar Parijs gegaan. En de A was de eerste van de theaters. En toen waren we meteen al genomen. Ja. Zo ging het. Wel begonnen. Ja. Telefoon gids naar gegaan naar Alcazade, Casino de Paris. Zo ging het aan. Toen bij de eerste waren we meteen al genomen. Okay. En toen... toen hebben we voor drie jaar in Parijs gewerkt, op 18. In die tijd werkte ik veel voor de roddelbladen. En ik had daarvoor een spiegelact bedacht die zich zou afspelen in een badkamer die ik speciaal liet bouwen voor dit doel bij de Sphinx in Maastricht. Daphne en Deborah zagen dat wel zitten en kwamen daarvoor speciaal over uit Parijs. Dit is de ene van. Oh god, leuk! Dit is de andere. Oh god, die haren, dat ik die potjes. Dat was eigenlijk niet tijd zo, hè? Ja, maar inderdaad, dit is eigenlijk de spiegel, hè? En dan... Uiteindelijk werd deze reportage een cover story voor het weekblad Weekend. Ja, dat moet wel, hè? Hetzelfde haar. Het Weekend, dat is die haar, dat is die kind of, hè? Leuk. De trotse ouders van Daphne en Deborah waren hun steun en toeverlaat en stonden, zoals goede ouders dat betaamt, altijd klaar om ze ergens naartoe te brengen. Ze hebben hun schoen altijd heel goed gesteund. Ik heb daar dus, een foto's van gevonden. Nou, wat leuk. Hey, met Ma. Ja, och. En de hond. Ja. Wat was die een hond, hè, Higgins? Ja, Higgins. Ja. Oh, mama met de kop. Maar deze is in Las Vegas. Deze is in Las Vegas gemaakt. Wat zeg je? Deze in Las Vegas gemaakt. Die heb ik in Las Vegas gemaakt, maar deze heb ik... Volgens mij bij u toes gemaakt. Ooit. Ach, wat leuk. En deze hier. Ah, wat al. Ik verkende meestal aan het haar wel een beetje gezien, wie niet hoor. Hè? Ja. Eén eigen tweelingen denken hetzelfde, doen hetzelfde, zonder dat ze elkaar spreken. Ze voelen hetzelfde.
Nou, ik zou eigenlijk willen weten of dat vroeger op school ook al was. Want we zijn hier op de school waar zij als eerste zaten, namelijk op de Sint Maartenscollege. En dat was in 1970, 304. Hier moeten we. Maar daar zit dat toch? Hij zat de Boren en hij zat Daphne. En wie kost hier zo'n trein? Nee. Wat leuk, maar van alles gevonden. Zij van niemand. Zij van niemand. Hoe te nou een tiet? Ja. Klassefoto's. Die ze nu allemaal spijkerbreuk aan hebben, hadden ze toen allemaal keurig witte kousjes aan, kniekousjes. Die heb ik gezien. Dat kan niet missen. Zo. Oh, hij dat wel te zien. Zijn beentjes stonden weer op het kiek. Dat is leuk. Ja. Beentjes staan hetzelfde. Handje op het knietje. Handje op het knietje. Ja. Gooien ze orgel op en sterven ze in, geloof ik. Ja. Wat waren het voor leerlingen? Heel aardige leerlingen. En ja, kind, dat leek een cliché, maar dat is echt zo. Ze waren buitengewoon aardig, keurige meisjes. Voor proefwerken, daar waren er toch wel altijd veel discussie over, want ze hadden identieke antwoorden. De lerares Engels en de lerares Duits, die zaten er met en op vergaderingen ging het er dan over van ja, we hebben dan weer dat proefwerk binnengekregen, maar die meiden die spieken bij elkaar. Dat is ongelooflijk, ik heb erop gelet, dat kan niet anders. Nou, besloten wordt om ze bij het proefwerk op elkaar te zetten. En wat wordt het resultaat? Dat identiek. Ze een identiek proefwerk maken. Een 9 voor tekenen van de mam, denk ik, 8, 9, 9. En voor Gim constant een 8. En handvaardigheid een 8. En de andere? De creatieve vakken. En daar gewoon van Debbie, wie de Bora toen hadden. 4 keer een 8 voor handvaardigheid. 4 keer een 8 voor gymnastiek. Dus dat echt was identiek. En tekenen 9, 9, 9, 9. Dus het creatieve blok is perfect. Nou, ideaal voor wat ze gedaan hebben. Goede voorspellende waarde van het Sint Maartenscollege. Was jij ook alweer? Ik ben Daphne. Fijn zo. Dan ben jij Deborah dus. Ik parij. Want die voice was tijdens de repetities hadden ze. Jij had een wit horloge om? Nee, ik had een wit horloge. Nou had ik het weer door elkaar gehaald. Want daar hield ik ze dan uit elkaar vanwege de horloges. Maar die hebben jullie dus nou niet meer om. Nee, niet op het snel. Je moet kijk eens bij elkaar, jongens, hoe ze staan. We zien één gezicht. Wat zal die moeder trots zijn? Kijk eens even. Deborah en Daphne, goede reis terug. En tot ziens. Na 3 jaar Parijs, optredens in de grote theaters van Europa. Alle televisiestations, noem maar op. De dames waren klaar voor het grote werk. En natuurlijk het grote geld. Las Vegas, here they come. Op de strip, dat is downtown. Leuk, hè? Downtown, dat is hoe zo bit. Kijk, hebben ze hem zelfs nog in kleur. Ja, op het wit gestreept kletje, dat weet je nog. En ik ben nog in het tweede keer geweest, ook weer van Aanderblaad. Misschien kunt u dat ook nog rappelleren. Ik kan me wel herinneren, ja. Niet, ja. Maar, nu ik het zie wel in ieder geval, maar niet wat we aan hebben. Zien, ze waren toen al gehoord. Want een Caesar's Palace, met die foto gemaakt is voor de deur, daar heb je opgetrooien in ook lang, hè? Ja. Hoe heb je nog in ieder geval gezeten? Nou, we zijn begonnen in het Desert Inn Hotel, dat eerst. En toen en al zijn we geweest naar Sahara Hotel, daar hebben we jaren gestaan. Ja, en voor de rest, wij hier hebben we al die jaren heen hebben we op verschillende plaatsen opgetreden. Tropicana en Caesar's Palace. Ik heb een foto van u in Las Vegas, ik denk bij Caesar's Palace voor de deur. De leugen, nee. De leugen weer. Bij de fonteinen, ja. Ja, dat is Caesar's Palace, ja. En ik vond een sexy foto. Een sexy foto, och. Toen tegen van Marlene. Toen tegen van Marlene Dietrich nummer, ja. Hè? Ja. Leuk. Toen tegen van Marlene Dietrich tegen van nummer. Ja. Ja. Zong je dan bij? Ja. Leuk. Wie is die twee verjaardag? Je ziet mama geworden. Ik heb allebei een gezin, hè? Zie twee keer en niet één keer. Ja. Twee dochters en één dochter. Ja. En die dochters, hebben die dezelfde ambities als de mama's?
De oudste die studeert nu in Boston, tweede jaar is ze klaar. En die moet nog 2 jaar. En die studeert business management in tv en film. Dus dat is wel een beetje in die richting. En de jongste die speelt piano en die zingt. En die gaat nu naar New York University. En die deed dat heel erg goed, zingen en piano. En die gaat music business studeren. Dus we hebben de business kant van de pa. Ja. Okay. En de artistieke kant van mij staan. Ja. Ja. En die heb ze. Dus die van mij zien 20 en ja. Bijna 18. Ja, en die van mij heeft zijn dochter metgenomen naar 12. Zweeg, ja. En ze kan dus Nederlands spreken, hè? Ja. En ze kan Nederlands spreken, hè? En ze schat? Spreekt perfect Nederlands, moet ik zeggen. Ja, ja. Kan je ook dansen of niet? Ja, ik kan ook. Ja, ik weet het. Ja. Je hebt het me net verteld, dus je bent er ook helemaal gek van. Ze zit op de San Francisco Balletschool. Waar ik naartoe wil eigenlijk, is: kunnen jullie nu dansen? Ja. Ja, we kunnen nog wel dansen. Ja, op de bar. Maar ja, we zitten hier in een oude kroeg, dus de bar is vrijgemaakt. Dat had je niet moeten zeggen. Maar een van de allereerste foto's die ik van hem gemaakt heb, is hij op de vriet of in mijn streek waar hij zit. En dat is deze foto. Ik weet niet of jij die kunt appelleren. Oh god. Zie je ze er bij jou hangen? Ik wil deze even openmaken, 30 jaar later. Ja, dat doen we toch. Is dat een uitdaging? Wanneer hebben jullie laatst deze geweldige sprong gemaakt? Nou, ja, toen. Eén, twee, ja. Start gaat later. Start gaat later. Anders heb ik... Ja, oké. Okay. Dan worden we... Ja. En twee. Ik ben er klaar voor. Bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Niveau TV Magazine.